stroombeleid van de gemeente Eindhoven. Er is geen touw aan vast te knopen, vinden ze in de Bennekom. Een tijd geleden berichtte Studio 040 over de stoeptuinen van Anna die door de Ergon verwijderd werden. En nu, op een steenworp afstand, is eigenlijk het omgekeerde aan de hand. Hier heeft de gemeente volgens de bewoners zelf een groene chaos gecreëerd. Dit is allemaal onkruid. Brandnetels, of noem maar op. Alles staat er tussendoor. Gewoon compleet onkruid. In de Dufaystraat ergeren bewoners zich groen en geel aan de bak met aarde voor hun huis, waar het onkruid al 2 jaar metershoog opgroeit. Stoort u zich er ook aan als u bijvoorbeeld in de woonkamer zit? Ja, uiteraard. Het is er geen uitzicht. Het lijkt misschien een klein ongemak. Toch kun je ook daar behoorlijk wat last van ondervinden als je er iedere dag mee te maken krijgt. Met zware boodschappen moet ik een hele oversteek maken, vooral wanneer die kliko's hier dus staan. Waar moet ik in Gods hemelsnaam doorheen? Ik kan verder niks als alleen de omweg maken en me helemaal lensjouwen met die zware boodschappentassen. Waar met als de oude situatie kon ik recht naar mijn auto lopen. Nou ja, dat doe je in de zand met modder ook niet heel snel. Het is één grote zandbak als het droog weer is, maar je kan je auto en je ramen elke week wassen. Oudere mensen kunnen hier niet met een rolstoel of met een rollator over het stoepje. De gemeente moet het gewoon eigenlijk helemaal dichtmaken met tegeltwinden zoals het vroeger was. En dan zetten ze dus nooit maar 1 of 2 bepaalde bakken neer. De bewoners hopen daarom dat de gemeente na 2 jaar uitzicht op het onkruid toch opnieuw naar de situatie wil kijken. Nou ja, gemeente, kom, zie en kijk zelf en oordeel zelf, want ja, dit kan gewoon zo niet langer. De gemeente is nog aan het uitzoeken wat precies de bedoeling is met de bak en komt later met een antwoord.